Spin die een draad spint die taaier is dan staal. En een slak die tanden heeft, sterker dan een rots. Twee wetenschappers verdiepen zich in de kracht van de natuur. Ja, so let's persuade her to come on down here. Down you come. There we are. They like to feel the threads. It gives them a sense of spidery security if they can feel they've got a number of safety lines there to hold on to. And she's felt around and she's feeling quite happy about being there. And she's spinning nice safety lines, so we've got a bit of a chance. I've got a bit of web stuck on my nose here. That's it. You feel your thread? Can you feel your thread there? That's one of yours. David Knight was oorspronkelijk vooral geïnteresseerd in zijderupsen en hun product. Tegenwoordig bestudeert hij met zijn collega's de mogelijkheden om de veel sterkere draad van de spin na te maken en ooit op de markt te brengen. Daarvoor werd optimistisch zelfs een bedrijf opgericht, Spinox. She's attaching again. The thread is spinning out behind her very nicely. And then she's attaching again. Nice line that she can hold on to. Coming across the corner again here. This is mostly major ampullate silk, the fattest silk that the spider spins, about 4 microns in diameter, the really tough one to make a drag line or the frame for a web or the radials of the web. How many different silks they have? I have to count them without warning. There's major and minor ampullate. There are at least 2 sorts of much thinner silk for attachment purposes. That's 4. There's the highly elastic silk of the spiral. That's 5. And there's a sticky silk that goes on to that. That's 6. And then there's cocoon silk, that's 7. So I make it about 7 silks that she's able to, 7 different silks, each coming from a different gland that she's able to make. So we'll see if we can get her to spin a little bit. So, as you can see, she can spin on demand. That's the amazing things about these ones. If we could do that, we could make all sorts of Spider-Man things. Cans containing spider silk protein that you just, when you wanted, pulled out a nice thread. Wouldn't that be nice?
This apparatus here is a means of spinning silk from spiders so that we can analyze it in various ways. We can measure its toughness, we can study other properties of it. There it is. You can see there are four threads clearly there, can't you? Two majors and two minor threads. We see it as one, usually. It's the major engineering silk that this spider produces. It's the strongest and the toughest. I can roughly show you here that I can lift the thread up. And you can see, although it's only 4 microns thick, it really is quite robust. There's some that's spun onto a frame here. And I don't know how many strands we've got here, perhaps 15 strands of spider silk. This is quite a weighty frame, and yet it'll very amply support the frame on these small number of threads here. Spider silk is way tougher than steel by weight, something like 20 times tougher than the average steel. Strength is the largest weight that you can hang on it without it breaking. But toughness is a measure of how much energy the thread can take, how much energy you can put into it by stretching it with a weight before it breaks. So to be tough, you need to be strong and stretchy. There's lots of things I like about them. One of the things is that they have an extremely sophisticated micro-miniaturized spinning apparatus inside there. Now, don't you go biting me, will you? So, 7 sorts of micro-miniaturized spinning apparatuses inside there, producing very sophisticated materials, and of course they do so in a very eco-friendly way, because they use water only as a solvent. They don't use nasty organic solvents or concentrated sulfuric acid as in the spinning of some man-made plastics. The material is biodegradable and functions, I don't think I'll have it crawling over my face, thank you, but it functions when it degrades as a slow-release organic fertilizer. Wetenschappers die spinzijde willen namaken zoeken meestal naar de chemische samenstelling van de grondstof. David Knight doet dat niet. Hij gebruikt natuurlijke zijdeproteïne. Volgens hem zit de kracht van de draad in de manier waarop de spin spint. If you want to make a thread as good as the spider does, you've got to do it the spider's way. Our device has a groove in it which closely mimics the shape of the duct in the spider. But not only are we copying the shape of the duct, we're also trying to copy the chemical treatment as well. De namaakspin van Spinox moet van natuurlijke vloeibare eiwitten een solide draad van spinzijde maken die zo uit het apparaat te trekken is. En dat is nog maar zelden gelukt. See, there's the thread. Can you see that? How's that? Thread it is, or was. There we are. They're not strong enough. They really are too brittle. They snap much too easily. I can't really tell you how bad they are, but they are not good yet. If we can produce a thread which is only a third as tough as spider silk, perhaps a fifth as
tough as spider silk. Yet it's biodegradable. It's not going to cause allergies when implanted into human beings. Then we have a fiber which has got huge potential for medical applications in woven devices or woven ligaments, sheet materials for repairing hernias or other tissue injury. There are a great many possible medical applications. And the atmosphere is electric. Will it spin for us? This is only the third time we've reeled from the device. For the last 3 months, we've been trying to get it to reel, and we haven't succeeded. Quite happy, you are. Oh, I'm thrilled. Very happy. Yeah. We've been at it for 10 years. The spiders have been at it for 40 million years, so we need a little time to catch up. Ik zie op het ogenblik allemaal vogels die ik eigenlijk even niet wil zien. Want ik ben op zoek naar gierzwaluwen. En die komen hier normaal gesproken fourageren in de lucht, hoog in de lucht. Samen met andere zwaluwen, want ze eten insecten. En die vangen ze in de vlucht. En ik kijk naar gierzwaluwen, want het zijn de beste vliegers die er zijn. Als je iets van de natuur wil leren, moet je een goede leermeester kiezen. Als kind vind je het alleen maar mooi. En lig je op je rug in het gras en dan zie je vogels boven je. En even later lig je op je buik in het gras en dan zie je de mieren lopen. Dat vond ik, dat boeide me. Hoe zwemt een vis? Hoe vliegt een vogel? Hoe graaft een slak? Ik stel vragen en die wil ik beantwoord zien. Bioloog John Fiedeler verandert elke paar jaar van leermeester. Hij heeft net een nieuwe gekozen, de gierzwaluw. Nadat hij onder andere jaren de slak bestudeerde. Wat hierin zit, dat zijn slakken en zeewater, want het zijn zeewaterslakken. En het zijn die horen tot de oudste dieren ter wereld, zou je kunnen zeggen. Vanaf het begin van de wereld hebben ze de zeeën bevolkt. En er zitten twee soorten in. Op alle rotsen in de zeeën zitten kleine algjes, die zitten ook vaak in de rots. En deze beesten zijn in staat om met tanden, die ze in hun bek hebben, die rotsen zodanig af te schrapen dat ze de algen eruit kunnen halen. Maar dit beest zit nog goed vastgeplakt. En als we die
aan de onderkant bekijken, dan zien we inderdaad die weken onderkant. En we zien een oranje gedeelte in het midden. Er is een voet. En aan de voorkant van die voet zien we een klein bruin plekje. En het kleine bruine plekje, dat is de mondopening. En in die mond zit een lange riem. En op die riem zitten rijen tanden. We waren daar geïnteresseerd omdat we voor de grote baggermaatschappij, Boscanis, wilden proberen te zoeken naar betere tandvormen waarmee ze hun kutterzuigers konden uitrusten. De kutterzuiger vermaalt rotsblokken en zuigt de brokstukken op. De tanden van de zuigerkop slijten daarvan en moeten regelmatig worden verwisseld. Maar sommige soorten koraalrots zijn zo hard dat het ongeveer net zo lang duurt om de tanden te verwisselen als dat ze gebruikt kunnen worden. 20 minuten malen, 20 minuten wisselen. De lippen gaan open, de tandenriem komt naar buiten toe, drukt op de plaat en wordt naar binnen gehaald. En de mond gaat weer dicht. Hier van dichterbij. En de mond sluit zich weer. Nu zien we een film van de andere, van de keverslak. En die doet het ook een beetje anders. Dus hier zien we de tanden van de keverslak naar buiten komen. Die worden op een glasplaat gezet, want we kijken dwars door een glasplaat heen, recht de mond in. En hij trekt de tanden weer naar binnen. Het zijn weegdieren en ze hebben keiharde tanden. Niet zo hard als diamant, maar die zijn zo hard als een goede staalsoort. Er zit ook staal in. Er zit een ijzerhoudend mineraal in, magnetiet. In de snijrand van die tanden zit dat ingebouwd op een hele speciale manier. En dat magnetiet, dat ijzerhoudend materiaal, dat is harder in de tand dan het in de natuur gevonden wordt. Dus die slakken hebben dat materiaal gebruikt, maar de kristallen zijn daar op een bepaalde manier gericht en geoptimaliseerd als het ware om harder te zijn. En ze, tegelijkertijd hebben ze ervoor gezorgd dat als er slijtage optreedt, dat ze er laagjes afbreken zonder dat de tand daardoor minder scherp wordt. Elke slak in je tuin doet de hele tijd dit soort dingen. En dat is toch ook wel leuk om te beseffen. Stel je voor dat je zo'n beest zo groot zou hebben en dat op je af zou komen en over je heen zou kruipen en dan die enorme tandenriem naar buiten zou brengen en je naar binnen zou halen. Zo, dan stel je voor hoe die alg zich voelt. De vorm van die tanden vind ik erg mooi. De machtige vorm zou je kunnen zeggen, hoewel het hele kleine tandjes zijn, 10 mm groot. Bij een dergelijke vergroting heeft het toch een beeld van een geweldig machine wat we hier zien in dat beest. En ondanks de kleinheid en vooral ook de complexiteit van die riem. Met rijen tanden die elkaar afwisselen. En we zien de prachtige bogenvorm, vooral van de tanden in de rijen van vier. In het midden, maar we zien ook die gebogen vorm aan de zijkant. Diezelfde gebogen vorm vinden we terug bij de keverslak. Dus als we proberen die zaak toe te passen, dan kijken we vooral naar de vorm van de tand. En we vergelijken die met de vorm die de baggermaatschappij gebruikt op zijn kutterzuiger. En dan zien we dat het grote verschil is dat de tanden van de kutterzuiger die zijn recht. En de tanden van onze slakken zijn allemaal krom. Dus hij zet die punt op de... In het geval van de slak zet hij de punt op de rots. En in het geval van de baggermachine zet hij ook de punt in het gebied wat hij kapot wil maken, wat hij wil baggeren. En dus de krachten komen altijd op de punt door die actie.
En vervolgens wil je weten waar die kracht blijft. En die wordt opgevangen door die tand. En als die tand krom is, wordt die opgevangen vooral in het dikste deel, in het breedste deel. Bij de slak. Als die tand recht is, recht zou zijn, zoals bij de baggermaatschappijen gebruikt wordt, dan zit die grootste kracht die op de punt zit, die blijft daar in de buurt zitten. Want we zien dat aan het model, dat de grootste krachten, de rode kleur, zit vooral geconcentreerd rond die punt. Dus als die breekt, dan breekt die daar af. En als die bij de slak zou breken, zou die hier afbreken, maar daar is die tand veel sterker, dus dat gebeurt niet. Er is een soort bocht ingemaakt in die kutterkop. Dat is heel mooi, die ziet er heel mooi uit, die draaiing die erin zit. Maar op het allerlaatste moment waar het op aankomt, dan is het zaakje recht. En dat hadden ze ook even krom moeten maken. En die vorm kunnen ze zo overnemen van de slakken. Helaas, daar is het nooit van gekomen. Het resultaat van het onderzoek is gerapporteerd, maar de leverancier van de tanden moest te veel investeren in nieuwe mallen. En was zelf eigenlijk helemaal niet zo ongelukkig met de snel slijtende tanden. Alles wat je uit de natuur haalt en je gaat dat goed bekijken, beter bekijken dan alleen maar oppervlakkig. Je duikt erin, je wil weten hoe het in elkaar zit, je wil weten hoe het werkt. Dan kom je tegen, steeds weer hetzelfde tegen, namelijk dat het heel ingenieus altijd in elkaar zit. En dat is steeds zo. En pas als je dat begrijpt en als je begrijpt waarom het zo ingenieus in elkaar zit, dan snap je er iets van en dan kun je het misschien gebruiken. Als je er tegenaan blijft kijken van een afstand, denk je van die kleine rottandjes, wat kan dat nou? Wat kan dat nou opleveren? Het zijn maar kleine rottandjes, die kunnen dan wel een beetje gras schapen of algen schapen. Maar pas als je er goed naar gaat kijken, dan verbaas je je daarover. Van die slak zou je nog meer kunnen leren. Je zou bijvoorbeeld ook de methode die de slakken gebruiken om hun tanden scherp te houden, zou je kunnen overnemen. Maar dan moet er interesse bestaan. En mijn interesse is op het ogenblik weer ligt ergens anders. Ik denk dat ik genoeg begrepen heb van de slakken, tanden. En ik ben daar tevreden mee. En ik wil nou weer wat anders, wat ik niet begrijp, begrijpen. En dat is op dit moment even het vliegen van vogels.